kijkt naar een video uit het privéarchief van Anna van Wers, hoogleraar psychologie aan de Teesside University in Middlesbrough. De video is gemaakt tijdens een experiment dat Anna en haar man ondergingen als voorbereiding op replica-onderzoek naar de werking van flow. Anna van Wers is gespecialiseerd in gezondheidspsychologie. Een van haar specifieke interesses is de complementaire geneeskunde. Van haar hand verscheen onder meer het boek Complementary Medicine and Health Psychology. Ze is een autoriteit binnen haar vakgebied. Daarom heeft Flow International haar benaderd voor het doen van meerdere onderzoeken, waaronder de herhaling van een studie door Sangeetama Hübner van de Yale University. Hierbij werd met een zogenoemde dark field microscoop gekeken naar de bewegingen die rode bloedlichaampjes maken onder invloed van straling van een mobiele telefoon. Bij het replica-onderzoek gebeurt straks hetzelfde, alleen dan met behulp van een minuscuul kleine microscoop, een cytokam. Het apparaatje heeft de omvang van een balpen. Het wordt bij het oor tegen het lichaam gehouden en maakt beelden van het bloed direct zichtbaar op een computerscherm. De dark field microscoop is feitelijk een minder geavanceerde voorloper van de cytokam, waarbij eerst bloeddruppels worden afgenomen die vervolgens onder de microscoop worden gelegd. Professor van Wers heeft zowel haar eigen bloed als dat van haar man, Bert-Jan, op deze wijze door Sangeetama Hübner laten bekijken. De test bestaat uit 3 metingen. Bert-Jan is als eerste aan de beurt. Voor de nulmeting wordt op zijn nuchtere maag een druppel bloed afgenomen, die vervolgens onder de dark field microscoop wordt gelegd. De rode bloedlichaampjes zien er normaal uit. De tweede meting vindt plaats nadat Bert-Jan 5 minuten lang een iPhone in zijn linkerhand hield. Het toestel stond aan, maar maakte geen verbinding met een ander toestel. De druppel die nu is afgenomen laat een verklontering van rode bloedlichaampjes zien. Ze hebben de vorm van geldrollen aangenomen. Voor de derde meting heeft Bert-Jan weer 5 minuten met een ingeschakelde iPhone gezeten, alleen nu voorzien van een mobile flow. De rode bloedlichaampjes laten nu hele mooie losse bewegingen zien. Het beeld is zelfs gezonder dan bij de nulmeting. Bert-Jan is, als ex-werknemer in de farmaceutische industrie, gewapend met de nodige skepsis. Maar deze uitkomst overtreft zijn verwachtingen. Anna's bloed vertoonde bij het gebruik van de iPhone zonder mobile flow een minder negatief beeld dan dat van haar man. Dat verbaasde haar niet, want gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid droeg ze al enige maanden een personal flow bij zich. Ze verbaast zich wel over wetenschappers die flow afwijzen omdat de werking nooit wetenschappelijk is aangetoond. Want, zegt ze, als wij wetenschappers het niet aanpakken, wie moet dan bewijzen of het wel of niet werkt?